Zonshoekschool is een campagne van Natuur en Milieu en de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Dat is in het kader van het idee dat we 1 miljoen zonnedaken in Nederland willen realiseren. En voor deze campagne hebben Natuur en Milieu en de AVS ons als Rooftop Energy geselecteerd als partner voor de uitvoering van de projecten op alle scholen. Ruben, Tim en Dan. Dit zijn de zonnepanelen. Het zijn er 98. En daar zijn er ook nog een paar. In de bovenbouw waren de kinderen bezig met een project over duurzaamheid. En die waren allerlei onderzoeken aan het doen in de school. En er was één groepje. En die kregen het idee van, goh, we hebben eigenlijk een heel mooi plat dak als we zo eens kijken. Waarom hebben we eigenlijk geen zonnepanelen? Zou dat niet iets zijn? Dat was een jongen van vorig jaar, Job Joris. Alleen die kon vandaag niet komen. Er kwam een meneer, die ging dus alles uitleggen met Job Joris. Die ging dus uitleggen hoe het werkte. Ja, ik roep scholen inderdaad met volle overtuiging op om op deze manier een energievoorziening te regelen. Het geeft een hele leuke input in het onderwijs. Je kunt kinderen vertrouwd maken met een hele belangrijke ontwikkeling in onze maatschappij. En dat aan de hand van zonnepanelen die op hun eigen dak staan. Dat brengt het heel dichtbij en het maakt het heel praktisch en tastbaar. Ik ben door toeval in contact gekomen met Rooftop. En dat was eigenlijk de eerste club die mij niet alleen probeerde over te halen met dat het allemaal wat voordelig was, maar die wist dat het over scholen ging en dat er dus iets voor kinderen moet gebeuren. Het educatieve element spreekt niet alleen mij, maar ook de directeuren van onze scholen het meeste aan. En kinderen weten nu ook dat als de zon buiten schijnt, kunnen ze op het digibord controleren wat er dan gebeurt. Dus je maakt het heel inzichtelijk. Ik vind het belangrijk dat we niet zelf hoeven te investeren als school in zonnepanelen. Dat we ook niet met een ingewikkeld plan moesten komen over hoe we dat als kleine school eigenlijk, want dit is niet een hele grote school, allemaal zouden gaan organiseren met verzekeren, met onderhoud, met van alles en nog wat. Maar dat een concept was dat ontzorgt. Dus eigenlijk alles uit handen neemt. En toen dacht ik aan jou. Gesprekken met wethouders en politici en vergunningen, die hele rimram, dat doen zij. Er zijn nu al 9 scholen waar we met de zomervakantie mee kunnen beginnen. 9 van de 20 scholen van onze stichting. Overal zijn scholen en overal zijn ook MKB-bedrijven, overal zijn sporthallen en overal zijn huizen waar deze manier van energieopwekking uitstekend bij past. Er zijn zelfs echt ook gezinnen nu die zonnepanelen hebben, naar aanleiding van het feit dat wij dat op school doen.